is oorspronkelijk ook een voorzaak. Hè? Dat is ook, dus mijn familianten, zoveel jaren achteruit, die wonen in Gent. Die doen markten, die hebben ook een winkel. En op een zeker moment met twee Jannen gaan die samen. En die beginnen dan ook kermissen en bedevaren en voren te doen. Ikzelf heb, en ze doen het dus hier als voor, voorgaan. En ze doen hier goede zaken. En op een zeker moment, begin de jaren 30, hebben ze dan hier recht over gebouwd. De Jan van Gendt oorspronkelijk was hier als de overkant. Ze hebben daar gebouwd rond de jaren 30 inderdaad. En die kwamen dan een seizoen doen op de periode van de Wijnmaand. Ja, wat gebeurt er dan? Dus al die suikers die gaan samen, boter ook komt er nog bij, hè. Dat gaat samen. Zeker temperatuur, dat is ook een beetje een huissecreet in feite, de ene van meer volgens twee ook. En uiteindelijk wordt dat dan uitgegoten, als dat op die goede temperatuur, dat wordt dan uitgegoten om die maar over af te koelen. Uiteindelijk wordt dat dan ook eens aan de naaktes gemeten. Waarom doen ze dat? Waarom doen ze dat? Wat effect heeft dat? Als je dat op die naakt smijt en je trekt iedere keer, heb je dat ook zien veranderen van kleur. Maar het verandert ook deels van smaak. En op een zeker moment, dat zal waarschijnlijk vroeger jaren vele mensen, na voor de oorlog, als ik dat doe, die maakten je thuis ook als scholken met suikers en met de oorlog. En ze maakten zelf hun snoepen. En het zal waarschijnlijk een die op een zeker moment gezegd heeft, ja, we gaan dat niet door makanderen zo trekken. En dat geeft ook, dat is een verandering in kleur, maar ook een verandering in smaak. En dat is ook de bedoeling. Van is het spectaculair als je dat in het publiek doet, like in de Wijnmaand doen we dat ook buiten. Ja, iedereen komt er naar kijken, dat is wel zo'n beetje raar. Het is weinig of geen mensen doen dit nog. In fabrieken is dat allemaal machinaal. Als er geen mensen zijn bij ons, wordt dat ook machinaal gedaan. Het verhaal dat ik weet van mijn familie met weinig succes op begin, maar dat zijn wel vrij goede commerçanten en snoepers in feite. Dus wat doen ze? Ze beginnen snoepjes te geven aan de mensen. Kom lekker, lekker, lekker. Kom lekker, zeg eens, kom lekker, lekker, lekker. Daardoor het woordje lekkies. Omdat ze ook zodanig geest dat ze zegt, kom, dat is zo'n oude firma en zo verder. Dat heeft ook zijn eigen kwaliteiten, maar ze ook zijn minder goede dingen zeker. Maar dus zij hebben dat aangevraagd voor ons. We hebben naar Gent moeten gaan, ons producten moeten. Zij hebben dan voor gezorgd dat we dus in dat pakket van streekproducten zitten.